Nou, ik wil mij graag hard maken voor zaken die in de provincie spelen. Mensen denken heel vaak dat het niet te maken heeft met hun eigen gemeente. Maar heel veel projecten overstijgen de randen van de gemeentes. Zoals subsidies voor kunst, spoorlijnen. Er zijn heel wat onderwerpen, zeg maar, die over de grenzen van de gemeente heen gaan. Als je alleen al kijkt naar de bereikbaarheid van Almelo. Ik vind dat Almelo bereikbaar moet zijn. En ik vind ook dat de weg naar Groningen door middel van een spoorlijn moet komen. En ik vind het heel belangrijk dat Almelo gezien wordt. Almelo ligt eigenlijk heel centraal. We liggen dicht bij Duitsland. Zakenmensen hier hebben het wel eens het hart van Europa genoemd. Ik vind dat heel belangrijk en ik denk dat mensen het onderschatten hoe centraal wij liggen. Het allerbelangrijkste toch wel kunst en cultuur. Ik ben zelf muziekdocent en ik geef les op een middelbare school. En ik vind het heel belangrijk dat jongeren de kans krijgen om muziek te maken op school. En vakleerkrachten ontlasten ook heel erg de werkdruk van de basisschooldocenten. En gelukkig is daar geld voor gekomen, ook dankzij Arie Slob. Dat ontlast leraren van werkdruk. Dus meer muziek in de klas vind ik heel belangrijk. De bereikbaarheid vind ik wel belangrijk, die noemde ik net wel. En ik vind het ook heel belangrijk dat we toch in Almelo ook bewust worden van het klimaat. Want we moeten niet achter de feiten aanlopen, maar we moeten er wel bij zijn. Want het is heel belangrijk voor de burgers dat ze weten, nou, hoe ver is de gemeente er nou mee en wat voor keuzes kan ik dan maken? Want heel veel mensen vragen zich af, ja, leuk allemaal die klimaatregelingen enzovoort, maar wat moet ik daar dan mee? Ik wil ook wel zonnepanelen, maar hoe dan en hoe ga ik dat betalen? Nou, dat vind ik belangrijk, dat mensen weten waar ze aan toe zijn.